Waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stephen McAndrew zal waarnemen in de functie tot de president een ander besluit neemt. Eerder diende gewezen minister Brontosse Mohardjo zijn ontslag in. McAndrew sprak reporters gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De functionaris merkt op dat zijn invulling als minister geen invloed heeft op de gang van de zaken richting de verkiezingen, omdat er genoeg experts op het ministerie zijn. Het werk richting de verkiezingen gaat normaal door. Op BISA heb je een ervaren top, de directeur Eskat, de heer Rihanto van het secretariaat voor de verkiezingen. Dat zijn mensen die al tenminste 1 verkiezing hebben gedraaid, dus ze weten hoe verkiezingen georganiseerd moeten worden. Dus dat proces gaat normaal door. We hadden afgelopen vrijdag een gesprek met financiën om te praten over de financiering van de verkiezingen. Dat gesprek is ook heel goed verlopen. Dus ik denk dat er geen obstakels zijn om ervoor te zorgen dat de verkiezingen op 25 mei 2025 normaal doorgaan. De bewindsman geeft verder aan dat de verkiezingen gehouden moeten worden. Hij benadrukt echter dat hij het budget daarvoor zeker in de gaten gehouden moet worden. Ook zal er een besluit moeten komen over de grootte van het stembiljet in verband met het gewijzigd kiesstelsel.